En een 3, take 2. Actie. Ik zou als je solliciteert altijd even het LinkedIn profiel van degene met wie je het gesprek hebt bekijken. En als je het echt goed wil doen, dan stel je daar bijvoorbeeld ook een vraag over. Of als je ziet dat je overeenkomsten hebt. Je hebt allebei in dezelfde stad gestudeerd of dezelfde studie gedaan. Dat kunnen we zeker waarderen als mensen zich daarin in verdiept hebben. Elk bedrijf heeft eigenlijk wel een Facebook-pagina om die goed door te kijken. Vaak heeft een bedrijf ook wel Instagram, die kan je volgen. Dus dat je misschien de laatste nieuwtjes weet voor je het sollicitatiegesprek ingaat. Iemand heeft gesolliciteerd zonder foto en zonder foto op het cv. Dan ga ik even de naam zoeken op Facebook, zodat ik in ieder geval een beeld heb van de persoon. Dus daar halen wij ook heel veel informatie van af. Tip 1, maak een LinkedIn-pagina. En als je hem dan maakt, zorg dat hij netjes is en dat hij ook consistent is. Dus dat je bijvoorbeeld dezelfde foto op je LinkedIn hebt als op je cv. Als je op je LinkedIn bijvoorbeeld heel veel dingen niet staan die op je cv wel staan of andersom, dan komt het heel erg onverzorgd over, onvoorbereid. Zorg dat je hem ook altijd update, al heb je net een klein dingetje aangepast aan je cv, doe het ook op je LinkedIn. En zorg ook altijd dat je een aantal vragen hebt. Bereid vragen voor. Niet de vragen die al in de vacature staan, maar vragen die je gewoon hebt en die je niet kan weten vanuit de vacature of vanuit het telefoontje wat wij met je hebben gepleegd. Wat is de werksfeer binnen een bedrijf? Wat is voor het bedrijf belangrijk? Wat kan ik precies verwachten? Wat zijn doorgroeimogelijkheden? Hoe ziet het team eruit? Wie wordt mijn manager? Dat soort dingen, dat kan je niet weten zonder dat je die vragen stelt. Nou, het begint eigenlijk al met een korte samenvatting van wie jij bent. Dan heb ik het niet over wat op je cv staat, maar gewoon over wie jij echt bent. Ik probeer altijd eerst mezelf te introduceren. Dus niet wat ik bij Young Capital doe, maar vooral ook wie ik ben als persoon. Want dat wil ik uiteindelijk ook weten van diegene die tegenover me zit. Ik denk bij elke recruiter wel naar streeft. Dat is een beetje een natuurlijk gesprek. Als je daar op gesprek komt, of bij de opdrachtgever of bij Young Capital, vragen ze zich natuurlijk af waarom op deze functie niet op een andere functie. Ik denk dat het belangrijk is als je dat van tevoren weet, dat je al heel snel een streepje voor kan hebben. Je weet wel dat er gewoon een bepaald aantal vragen gaan komen over harde eisen. Bijvoorbeeld, je hebt zus en zoveel werkervaring. Of je hebt minimaal gewerkt met dit softwarepakket. Of je hebt minimaal gewerkt in die branche bijvoorbeeld. Bereid die vragen voor. Ik vraag ook meestal of ze kunnen noemen hoe bijvoorbeeld hun vrienden jou zouden beschrijven. Heel vaak gaan mensen beginnen over de 3 dingen die ze goed kunnen. Maar ik wil graag ook van iemand weten de 3 dingen waar ze wat minder goed in zijn. En ja, ben je al bezig met je daarin te ontwikkelen? Als iemand geen antwoord weet op een slechte of een ontwikkelpunt, dan vind ik dat altijd wel een afknapper. Omdat ik het heel belangrijk vind dat iemand juist een leervermogen heeft en een reflectief vermogen heeft. Niemand is perfect, dus als je dat kan benoemen, vind ik dat dan een pluspunt op zich. Ja, wat je kan concluderen is inderdaad, het intakegesprek heeft wel als doel om echt het verhaal achter het cv te ontdekken. We bellen vaak altijd even om even kort te peilen van joh, waarom heb je gereageerd? Waarom spreekt de vacature je aan? Dus wij willen altijd telefonisch alvast wat praktische dingen doornemen. En we vinden het leuk om van jou te horen waarom je gereageerd hebt op een bepaalde vacature. Zet dus altijd eventjes de nummer van de recruiter waarbij je hebt gesolliciteerd in je telefoon. Zodat als de recruiter belt, je meteen weet, oh, daar is de recruiter. Ik vraag altijd, bel ik gelegen? En dat is niet een vraag die ik stel voor de lol. Maar dat is een vraag die ik echt stel of ik gelegen bel. En ik merk dat soms mensen uit fatsoen dan zeggen, ja hoor, je belt gelegen. Maar dan staan ze eigenlijk in de bus of ze checken net in. Dan merk je dat mensen gewoon niet goede antwoorden geven. Ja. Dus als ik vraag, bel je gelegen? Zeg dan eerlijk, nou sorry, eigenlijk niet, ik ben aan het sporten. Zullen we over een uurtje weer bellen of zo?